denk aan succesvolle Zweedse producten, dan denk ik niet gelijk aan auto's. Eerder aan Scandinavische trillers en natuurlijk IKEA. Volvo timmert de laatste jaren echt flink aan de weg met onder andere een heel nieuw flitsend design. Nou is Nixon heel benieuwd hoe dat bevalt. En ja, is het net als IKEA dat we na 10 minuten al uit willen? Of kunnen we uren blijven plakken, net als bij een Scandinavische triller? Over de zitpositie kunnen we kort zijn, die is namelijk zeer goed. Het is allemaal niet heel ruim aan boord, maar ja, dat geeft wel een veilig en geborgen gevoel. De stoelen zien er niet alleen prachtig uit, ze zitten ook heerlijk. En ja, daar staat Volvo toch wel een beetje onbekend. Eén klein nadeeltje, als je de leuning wil verstellen, moet je rare capriolen uithalen. Nou. De ruimte achterin houdt niet over. Voor de benen is nog wel voldoende plaats, maar ik moet echt gebukt zitten om niet met mijn hoofd tegen het dak te komen. Ik moet wel zeggen dat het er allemaal heel mooi verzorgd uitziet. De bagageruimte is nog redelijk ruim, wel is de tiltdrempel aan de hoge kant. Het pièce de résistance van deze auto vind ik toch wel het interieur. Het ziet er echt fabelachtig mooi uit. Het dashboard is ook opgebouwd. Het mooie materiaal is prachtig afgewerkt. En ja, ook de vormgeving spreekt mij heel erg aan. Ondanks dat er heel veel knopjes zitten, is de ergonomie prima op orde. De eerste keer dat ik het navigatiesysteem wilde instellen, ging ook gewoon feilloos. En bovendien reageert het systeem vlot op de commando's. En ja, de interface is heel helder. De tellerbak is heel fancy, want het is een één groot display dat je verschillende thema's kunt instellen. Ja, echt een wagenlot voor de gadgetliefhebbers. Qua opbergruimte treffen we ruime bekershouders aan, kleine kaartvakken en een verscholen vakje achter de zwevende middenconsole. Blijft toch een mooi detail van Volvo's. Sowieso vind ik de V40 al een mooie auto, maar wij rijden ook nog eens met het Art Design pakket. En ja, dat is wel echt heel gaaf hoor. Behalve dan de stortkokers aan de achterkant. Ja, dat is misschien wat overdreven voor een dieseltje met 115 pk. Zou jij het nemen, Laurens? Zeker. Wij rijden met de D2. Dat betekent dat er een 1.6 liter turbo diesel met 115 pk in het vooronder ligt. Klinkt niet zo heel veel, maar in de praktijk ja, kom je goed mee uit de voeten. Hij is vrij vlot, al merk je wel dat er onder de 1800 toeren weinig gebeurt. Maar over het allergrootste voordeel hebben we het nog niet eens gehad, want 14% bijtelling. Yes! De handgeschakelde zesbak schakelt trefzeker en soepel. Bovendien ligt de verlichte pook heerlijk in de hand. In de folder staat dat dit de meest dynamische Volvo ooit is. Hoe denk jij daarover? Ik heb een 850 TDI gehad en ja, dat was toch echt wel een boot in de bocht. En gelukkig is dat bij deze heel anders. Deze gaat gewoon goed door de bocht, maar hij blijft heel comfortabel. Ja, dat ben ik met je eens. Maar ondanks dat hij zo dynamisch moet zijn, nodigt hij nog steeds niet uit om lekker te gaan hoeken. Het blijft een echte Volvo, een comfortabele reisauto. En daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Het stuurtje ziet er echt fantastisch mooi uit. Vind jij dat ook? Ja, zeker. En hij ligt ook nog lekker in de hand. Ja. Het sturen gaat ook lekker direct, maar biedt niet heel veel gevoel. Nee, dat is waar. Zo, we moeten de auto al bijna inleveren. Wat hebben we verbruikt? Ja, hij zit ongeveer op de 1:18. Dat vind ik best netjes met veel binnendoorritjes. Ja. Ja, prima eigenlijk. En was het voor jou love at first drive in deze Zweedse beauty? Ja, absoluut. Toen ik instapte kreeg ik al vlinders in mijn buik, want dat interieur vind ik echt fantastisch mooi. Goed afgewerkt, prachtige materialen en ook de ergonomie is heel goed op orde. Bovendien vind ik de aandrijflijn veel beter dan ik had verwacht. Je komt prima mee met het verkeer en komt gewoon niks tekort. Je moet alleen niet heel veel ruimte nodig hebben. En hoe zit het met jou? Ja, zeker. Ik ben echt als een blok gevallen voor het uiterlijk van deze R-design. En ja, wat jij hebt met je Scandinavische trillers, dat heb ik met deze auto. Ik zou zo uren door naar Lapland kunnen rijden, want het is echt een heerlijke reiswagen. Ja, dat is toch wat je van een Volvo verwacht. Inderdaad.
In de folder zegt Volvo dat deze... In de Volvo staat dat deze... Jezus. In de Volvo... In de Volvo... In de Volvo... Jezus. In de folder staat dat dit de meest dynamische Volvo ooit is. Hoe denk jij daarover?